Dus, kijk, ik sta nu op het punt om je te gaan aankondigen, hè? Ja? Goed. Dan gaan wij in de tweede ronde wederom luisteren naar de leukste helft van Bar Guys, Ivan Wurtz. So shout out naar Bar Guys, man. Zo boven, zo beneden. Zo bekend, zo vervreemd. Zo dag, zo licht, zo nacht, geen zicht. Zo binnen, zo buiten. Hou ik het binnen? Zal ik het uiten? Laat ik wat. Buiten is binnen. Dit is mijn binnenste buiten. Pa heeft me mishandeld. Fysiek, vooral emotioneel. En wanneer ik dan mijn emoties deel, wordt het hem iets te veel en slaat hij op tilt. Maar ik ben al lang klaar met wederzijdse verwijten over. Je kan niet in mijn schoenen lopen alsof we stel halve zolen zijn. En stiekem weet ik ook dat pa denkt, ik ben trots op die zoon van mij. Maar hij geeft het niet toe. Hij is koppig, als na leg day. Hij houdt zijn poten stijf. Hij vindt ook dat ik vaak zwaar overdrijf, maar praat niet met mij over drive. Ik ben bijna dagelijks in de gym, hoofd omhoog, chin-ups, hang aan kabels voor de spanning in mijn bovenlijf. Maar begrijp me niet verkeerd, dit is geen verwijt uit een boze bui. Het maakt verschil. De zure appel is al geschild. Of was het een rode ui? Het rolde mijn ogen uit. Traanwater werkt als katalysator. Ik zie mezelf beter en dat bespaart een hoop geluid. Dit is geen wanhoopskreet of noodgeluid. Maar ik heb one hope. Als een gewonde soldaat die opstaat en beweegt richting het Rode Kruis. One hope waardoor ik alleen geloof betuig wanneer de basis liefde is. Besef dat ik voor niks anders mijn hoofd meer buig. Kijk, je kan niet neerbuigend doen wanneer ik je recht in de ogen kijk. Geef toe mijn ongelijk. Gelijk hebben of gelijk zijn wordt door ego ondermijnd. En eraan voorbij gaan betekent niet dat het voorbij is. Het betekent, ik ga slechts voorbij aan wat voor mij is. Dus ik accepteer het. Zo boven, zo beneden. Zo bekend, zo vervreemd. Zo dag, zo licht, zo nacht, geen zicht. Zo binnen, zo buiten. Hou ik het binnen? Zal ik het uiten? Laat ik wat buiten is binnen? Dit is mijn binnenste buiten. Yes, dankjewel Ivan. Ik zie daar nog iemand krabbelen, achterin druk overleggen. Yes. En... punten, hebben we punten, hebben we punten. 3, 2, 1, go! We hebben een 9,8, een 7,0, een 10. Een 9,0 bij jou? En bij jou een 8,9. Yes. Dit is een 9,8. Kijk, en als je nou heel snel kan rekenen, dan kun je nu zeg maar alvast meerekenen voor de finale, zeg maar. Sorry? Wat is het, een 9,0 of een 9,6? Oh, sorry, dat was een 9,6. Oké. Goed. Wij gaan door naar de tweede dichter die...